Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door iamweather, de weertool voor de echte weerliefhebber. Ontdek het op iamweather.com. Goedendag, de afgelopen weken hadden we te maken met een noordelijke wind, aanvoer van vrij koude lucht voor april, geen echt lenteweer. En dan konden we ook af en toe van die stevige buien overtrekken met ook hagel, soms onweer. Kortom, geen lenteweer. Maar deze vrijdag mankeert toch wel een overgangsdag. We zien ineens dat de stroming bij ons naar het zuiden is gedraaid. En de komende dagen wordt dus ook echt wel warmere lucht aangevoerd. Hebben we te danken aan een lage drukgebied dat nu momenteel rond de golf van Biscayen rondtolt. Het laagdrukgebied trekt wat meer richting Engeland de komende dagen. Hebben we ook nog wat te maken met een aantal buien, zeker op Koningsdag. Ik bekijk ook nog even de Koningsdag video voor het uitgebreide weer op die dag. Dat laagdrukgebied zorgt ook voor aanvoer van vrij warme lucht bij ons. Af en toe dus ook een paar mooie dagen, maar we zien ook boven Frankrijk af en toe flinke felle kleuren met neerslag verschijnen. Dat zijn een aantal stevige buien, want die buien mankeren ook een grensvlak tussen relatief frissere lucht ten zuiden daarvan. En bij ons dus wat warmere lucht die vanaf het continent richting ons wordt toegevoerd. Later in de week, zeker op woensdag en donderdag, ligt dat scheidingsvlak toch best wel dicht bij ons land. En we moeten er ook niet raar van opkijken als we op die dagen, zeker in het midden en zuiden van het land, te maken gaan krijgen met buien, met ook onweer. Beetje zomers onweer zelfs. En op de luchtdrukafwijking zien we het ook mooi terug. Lage drukinvloeden vooral rondom Frankrijk. Ten noorden daarvan dus de toevoer vanaf het continent bij ons en dus aanvoer van relatief warme lucht. Dat zien we dus ook in de temperatuurafwijking. De temperatuur ligt waarschijnlijk in het oosten van het land 3 tot misschien zelfs 6 graden boven de norm voor de eerste week van mei. En dan zul je toch rekening moeten houden met temperaturen in de middag die kunnen oplopen naar 20 en bij voldoende zonneschijn zelfs naar 25 graden. Tegelijkertijd zien we ten zuiden van het lage drukgebied dat daar dus blijft liggen wat frissere lucht. Ga je naar Zuid-Frankrijk of naar Spanje, dan kan het dus deze meivakantie nog wel eens tegenvallen met die temperaturen. De 20 graden wordt in het binnenland van Spanje de eerste week van mei amper gehaald. En daarbij valt in die regio ook nog wel redelijk wat neerslag. We zien een afwijking van 60 tot 90 mm meer dan normaal. Behoorlijk actieve buien. En bij ons zien we eigenlijk dat we een beetje op dat scheidingsvlak liggen. Tussen enerzijds dus die afwijking naar boven met dus meer regen, meer buien en wat droger weer boven het noorden van Europa waar dus een hoge drukgebied ligt. Dat gebied met buien kan dus af en toe ook ons land aandoen en als dat gebeurt, ja, dan is het natuurlijk behoorlijk nat en hebben we echt wel te maken met van die zomerse onweersbuien. Maar goed, dat hele patroon lijkt na de eerste week van mei, in de tweede week alweer te veranderen. We zien nog wel al dat lage drukinvloeden ten zuiden van ons, in die blauwe kleuren. Maar we zien ineens dat dat hoog boven Scandinavië wat meer de oceaan op lijkt te trekken. En dan gaat de wind bij ons van zuidoost naar wat meer noordoost, tot zelfs noord draaien. En dan komen we weer terug in die noordelijke stroming. En dan zien we dus ook weer een afwijking naar beneden. Maar ik moet er wel bij zeggen, het wordt waarschijnlijk niet meer zo koud als we dat de afgelopen dagen gezien hebben. Daarbij valt waarschijnlijk iets minder neerslag dan normaal door die invloed van dat hoge drukgebied. Dus het worden ook zeker geen verregende dagen. En als we dan naar de temperatuurschets kijken op deze termijn, dan moeten we toch rekening houden met temperaturen die toch nog rond de 15 graden liggen. Nou, met die noordenstroming die we vorige week hadden, was dat absoluut niet het geval. Overigens zien we in deze pluim ook mooi het verschil tussen de eerste week van mei met die hogere temperaturen, lokaal dus richting 25 graden, als het even mee zit, en die wat lagere temperaturen na het weekend in de tweede week van mei. Gaan we nog wat verder kijken, dan gaan we al richting half mei. Dan zien we een luchtdrukpatroonafwijking die toch wel redelijk lijkt op die week ervoor. Hoge druk wat meer richting Groenland en IJsland. En bij ons waarschijnlijk een stroming ergens uit deze noordelijke tot noordwestelijke hoek. Aanvoer van nog altijd wel iets wat frissere lucht. Maar we zien dat niet per se terug in de temperatuurafwijkingen. Die blijven zo'n beetje rond de norm zitten. En normaal gesproken is het de half mei zo'n 18, 19, enkele dag zelfs 20 graden. En dat zijn ook redelijke temperaturen die we op dit moment verwachten. De laatste kaart van mijn 30-daagse zien we dat de signalen wat meer vervagen. Het is niet heel duidelijk wat voor weer we op dat moment gaan krijgen. Wel zien we ook een temperatuurafwijking die iets naar boven weer lijkt te gaan. Maar het is allemaal wel heel vaag en sumier. Het is nog een beetje onzeker.
Als we kijken naar de weerregimes voor de komende 30 dagen, dan is het beeld tot aan ongeveer 11 mei toch wel vrij duidelijk. Maar na 11 mei neemt die onzekerheid gewoon toe. Elk weerregime dat je hierin ziet, heeft eigenlijk vanaf dat moment evenveel kans. Dus dat maakt de 30-daagse dit keer wat onbetrouwbaarder vanaf half mei. Tot die tijd is het dus wel vrij zeker. Maar ja, het is nog allemaal niet echt helemaal beklonken op deze termijn. Kort samengevat, de eerste week van mei verloopt dus vrij warm. Onstabiele lucht ligt wel om de hoek. Zeker in het zuiden en midden van het land moet rekening worden gehouden met af en toe een paar felle buien op die wat warmere dagen. Misschien met onweer. Daarna volgt toch wel weer een afkoeling met de wind die wat van zuidoost naar noordoost tot zelfs noord gaat draaien. Temperaturen die dus weer wat zakken. En de langere termijn, ik zei het net al, is gewoon echt wel een beetje onzeker. Ik kan er helaas geen uitsluitsel over geven op dit moment. Ik wens u hoe dan ook een fijne dag.